Goedemorgen, het is, we leven in het jaar 2019 en het is vandaag dinsdag 7 mei. En ja, het is geen prettig weer dat we dus ervaren op deze morgen, want het regent echt bijzonder hard. En ik hoop niet dat dat de reden is waarom we nog geen gasten hebben gezien op deze dinsdagmorgen. Ik ben Carlos Lindveld, uw gastheer, en ik presenteer dus met genoegen vandaag deze Martin Takkie. Wat hebben we in de afgelopen dagen gehad? Onze president, zijn excellentie Desiree Delano Bouterse, is gegaan richting Criola. En dat is dus gebeurd afgelopen zondag. We zullen daar wederom aandacht aan besteden. En we besteden dan ook aandacht aan dat wat voor de moslimgemeenschap heel bijzonder is. En namelijk de vaste maand Ramadan. Het gebeurt dan weer elk jaar. En vandaag, in deze maand in Takkie, zullen we er dus ook aandacht aan besteden. Want het is heel bijzonder voor onze moslimgemeenschap in ons land en ook wereldwijd. Het vorig jaar hebben we er dus aandacht aan besteed. En we zijn dus op verschillende locaties gegaan. En vandaag in deze maand in Takkie gaan we terug in ons archief. En we tonen u deze beelden vanuit het district Kommerwijnen. Kijk, het belangrijkste van het Ramadan is nu eigenlijk, is het plicht van de moslim. Een moslim dient te vasten, omdat als moslim moet je vasten om jezelf te reinigen. En door het reinigen kan je veel van Allah subhanahu wa ta'ala ter beloning krijgen. Want als je gaat vasten, krijg je beloning van onze almachtige schepper Allah subhanahu wa ta'ala, die ons hedendaagse leven alles geeft voor een gezonde mens. We vasten van zonsondergang, van zonsopgang tot zonsondergang. Dat is 6 uur ochtends tot 6 uur in de middag. Zolang de zons ondergaat, dan breken we de vasten. Het begin is vroeg in de ochtend, middels we moeten eerst een solat gaan doen. Een gebed voordat we het vasten beginnen. Zo ook gaan we aan het eind van de rit. In de avonduren gaan we ook een gebed doen en daarna gaan we de vaste verbreken om een maaltijdje te nemen en weer de volgende ochtend weer te starten met het vasten. Degene die de vijfdaagse verplichting doet van de moslim, de islam, die vast. Die zijn verplicht te vasten. Maar wie niet doet aan de vijfdaagse gebeds, dan hoeven ze niet te vasten. Want het vasten is eigenlijk voor de mensen die de 5 dagen gebed doen. Hedendag, 5 dagen lang. 5 keer per week. Per dag. Die zijn verplicht te vasten. En dat doet de moslim elke dag. Dus 5 keer per dag moet je bidden. Is er ook een plan B voor mensen die niet kunnen meedoen aan vasten, maar dat ze toch nog op een andere manier vasten? Dat klopt, want het vasten kan je ook vrijwillig doen. Je hebt vrijwillig vasten. Met die verstand, als je zegt je wil iets doen wat je ten goede komt in een bepaalde tijd, dat je zegt ik wil iets bereiken, dan vast je voor een periode dat het nodig is om het doel te bereiken. Je vast voor een bepaalde doel en daarom moet je gericht vasten naar een bepaalde planning. Als je vast, moet je richtig vasten zodat je echt dat doel bereikt. Niet iedereen heeft gevast. De persoon die de verplichtingen heeft, toch,
die vijf keer per dag bidden, die hebben de plicht om te vasten, maar niet iedereen vast. Dus daarom mensen die, dus personen die echt die vijf keer per dag bidden, die hebben de plicht om te vasten. Indien je door omstandigheden misschien word je tussentijd ziek of wat, of bij dames heb je tussentijd misschien de maandelijkse ziekte van de persoon, die verbreken die vasten. Maar als je hebt verbroken, dan moet je een inhaaldag doen. Hoeveel dagen je hebt gemist, die moet je wel inhalen op een nadere tijdstip. Na de Ramadan, na de Eid al-Fitr, als alles afgelopen is, moet je die dagen weer gaan inhalen. Hoe vaak gebeurt het per jaar? Het vasten bij de moslim gebeurt de 30 dagen van de Eid al-Fitr. Bij de 30 dagen. En dat hebben we dus voor u gebracht in deze maand in Taki, archiefmateriaal. En daarvoor was dus ook Sherman Hoomoed voor verantwoordelijk. En samen had hij dat dan gedaan met Albert Helstone. En ook van deze kant uit dan aan mijn collega Sherman, die is een beetje ziek, voelt zich niet wel. En van deze kant uit dan spoedig herstel. En we zien hem dus heel gauw terug. Ook als presentator van Martin Taki. Het regent vanmorgen en indien u zit te luisteren naar Martin Taki op de radio, dan willen we u dus toch wel aanmoedigen om het voorzichtig aan te doen in het verkeer en uw snelheid toch te matigen, ook op deze morgen. We gaan naar onze eerste clip en we hebben gekozen voor een lied dat eigenlijk toch wel die saamhorigheid moet toespitsen en we hebben dus gekozen voor deze. Misranang nang aladen sranamang. We want it that you lobby for ya saleti futego sranang. Wanyu de doro in sranang. Wo sore grota pusavika. Ouro soro wo asgoe. Pinas revivi beres de tambara bebi in frontide. You know we go to Tamaru, contact UPC. When you day toro is rana, wo sore grota pusa wika. Oru soro wo asko we, bina trepi we peres de tamara we bijin prati. Uwani isranamang misaptak ukam isranamang lobi de in u ati isranamang esranana nomuru wang isranamang sena paya sena lobi gimi su isranang trana dranga misaptak kakangkang. Ah!
Alfons Willingen op deze morgen. Het is dus vandaag dan dinsdag 7 mei 2019. We doen dan deze maand in Taki vanuit de studio's van de CVS. En we hebben ook gasten uitgenodigd voor vandaag. Maar ja, ik neem aan dat het weer parten speelt. En dat we dus toch wel even wat geduld moeten betrachten. Zometeen informeren we het ook nog telefonisch waar onze gasten zijn gebleven. Onder andere willen we het vandaag hebben over de maandagschool die van start is gegaan, de Boer Buiten. En het heeft allemaal te maken met na ongeveer 44 jaar, zo luidt het bericht, komt er weer leven in de brouwerij. 47 jaar terug werd de school in 1945 opgericht door de Wesleyaanse gemeente in samenwerking met de ouders van Emmy Hart. En dan hebben we het over Stichting Rumas. Kinderen worden met dans, zang, spelletjes en verhalen onderricht in de Bijbelstudie. En hierover vertelde Emmy Hart het volgende. 50 jaar geleden hadden we de maandagschool. En die maandagschool heeft 50 jaar geduurd. De Wesleyaanse gemeente had het ingevoerd in de buurt of in wijken. Om kinderen bezig te houden met het woord van God. En met veel dansen en veel liedjes zingen. Teksten leren. En thuis bij mijn ouders, dat is voorin, was een grote tent opgezet. En die tent heeft 50 jaar gestaan. En mijn ouders zijn overleden. We zijn gestopt. Maar ik heb gedacht bij Rumas zo'n maandagschool te beginnen. Omdat ik heb gezien dat die maandagschool vruchten afwerpt. Naast de Wesleyaanse gemeente die er vanaf het begin bij was, worden er ook jeugdleiders afgevaardigd vanuit verschillende kerken en Stichting Rumas. Zij zullen kinderen van 4 tot 12 jaar uit de buurt wekelijks een uurtje bezighouden. Ondanks de moderne uitdagingen is Hart zeer optimistisch over de opkomst van de maandagschool. Als het toen is gelukt, denk ik dat het ons ook zal lukken met de hedendaagse normen en waarden die al aan het vervagen zijn. We willen dat weer de morele waarden willen we terugbrengen. En als je de hele buurt kan krijgen, ongeacht etnisch geloof of zo. We hebben er qua dwars door alles heen. Gaan we de kinderen bezighouden, zodat ze kunnen weten dat de waarden in acht kunnen nemen. Kinderen uit de buurt die de eerste maandagschool bijwoonden, werden beziggehouden met de Presidie de Gospel Truck. Met zang, dans, spelletjes en verhalen werden christelijke principes bijgebracht. Het leertje dat God van je houdt en dat je moet bidden. De games en de liedjes. Eigenlijk vind ik alles. Zingen, dansen, bewegen en spelletjes spelen. Ja, echt leuk. Ja, zo hadden we hem dus voor u gebracht in het journaal. En vandaag willen we dus nog meer weten over deze maandagschool. Wat er dan allemaal is gebeurd. Hopelijk is het dan toch gelukt om gisteren bezig te zijn. Dat was dus maandag 6 mei. En we zullen dat vragen zo meteen aan de vertegenwoordiger van Stichting Rumas. En daarnaast zijn ze ook bezig met zaken die te maken hebben met de voorbereidingen van de Moederdag. Wij zullen dus praten met de vertegenwoordiger. En inmiddels is hij er al. En mijn hoop taki alleen mik. A tang enige tijd voor door in een studio. Dat zullen we dus horen van Milton Tuart wat er eigenlijk aan de hand is geweest. Want we hadden hem wel eerder verwacht vandaag in deze maand in Taki. Milton, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, alleen of waar heeft het mee te maken? Alleen de regen. Overal is zo'n beetje onder water. Ja. En verkeer zit ook zo'n beetje vast. Ja. Eerder hier aankomen, maar. Oké, dan minuting taki onsa ding de arkimananga de lukumang sama di ni tapo. Nee, want met jou mooi sweet bos kopo voor de moeders. Het is aankomende zaterdag. Ja, voordat we het daarover zullen hebben, we hebben dat eerder getoond, de maandagschool. Ja, ja. Jullie zijn daarmee gestart. Klopt. En ik wil weten van hoe is het geweest daarna, na de opening?
Oké. Na de opening gisteren, ja. Vandaag is dinsdag, dus het was maandag. Ja. Gisteren hadden we weer onze maandagschool en we hadden een aantal kinderen die aanwezig waren. Kinderen zijn enthousiast. Natuurlijk verwachten we veel meer kinderen, want het is pas opgestart, dus ze moeten weer gaan wennen. Ja. Naar de bigisma voor boer buiten en omgeving. Ze hebben domein aan maandagschool. Ja. En ze moeten het weer gaan overbrengen naar de jongeren. Om hun ervaring te delen van hoe het eigenlijk was, zodat de jongeren ook enthousiast worden om aanwezig te zijn. Maar naar Soso Temunde of naar Aladi? Dus vandaar dat het maandagschool is, alleen op de maandag. Door de week, het is eigenlijk een nieuw centrum dat we hebben geopend, de belofte. Ja. Dus eigenlijk Aheer Wiki eigenlijk bezet zo'n beetje. Op de maandag hebben we maandagschool. Op de dinsdag en donderdag hebben we huiswerkbegeleiding en op de vrijdag hebben we creatieve vorm. Ja. Dus de hele week weer hoort de jongeren bezig. Ja, maar de doelgroep voor de maandag? Het is vanaf 6 jaar tot 12 naar boven. 12 naar boven. Ja. Zou je leren eigenlijk? Boitak de singi, de leren. Dus het is eigenlijk op een manier van chilobi, door middel van zang. Het kan die een versje. We worden op 10 bezig en gaan woord toevoegen. Ja. En het is vaak belangrijk dat vanaf jong je op 10 een basis voor vorm op 10. En het is een vrucht afgeworpen, want boemvoers, maar ze komt biggie. Je hebt een solliciteerde kon aan mevrouw Hart. Ja. En dat zei mevrouw Hart, mevrouw Hart kent iemand niet meer, ik ben ook naar maandagschool naar iemand. En dat is maar trouw biggie in de maatschappij. Ja. Dus eigenlijk is er alle reden om het weer op te starten. Ja, dat horen we dus vandaag van Milton Tuart. En we hopen dus dat dit zich zal blijven voortzetten, deze maandagschool. En dat we er toch de goede vruchten van zullen mogen plukken. Wat mooi was voor een maandagschool is, en dat heeft mevrouw Hart ook teruggebracht, ik weet niet of ze het heeft gezegd in het interview, is dat er een bel aanwezig was. Aha. Dus er was een bel en dat die Abel Naki, Abel en Naksotranga, dat de hele buurt het hoort en dat heeft Tjinge Long kon dat in het boer buiten en dat heeft ze ook weer gelaunched. Er is weer een bel. Ja. Dus de Abel en Naki à la maandag. Aha. En dan kunnen de kinderen komen. Hoe laat starten we eigenlijk met de maandagschool? De maandag staat, als ik het goed heb, om 4 uur. 4 uur? Ja. 4 tot 5? 4 tot 5. Ja, en of animo dat we gewoon tien zo morgen lang. Is op Tjingere, kinderen, de enthousiasten, die wonen bezig, dat we trekken op 6 uur. Ik weet nog, toen wij zelf ook bezig waren met een, we kregen de vorming en daarna zijn we ook nog bezig geweest. Dan de jongen waar je tegen ja, maar het is nog niet donker. Dus dat is het. Ja. Goed. Er is een activiteit op komst van Stichting Rumas. Klopt. En ze zijn daar al enige tijd mee bezig. Het heeft te maken met de moederdagviering. En jullie hebben toch wel, naast dat van een tweede kans geven aan jongeren, is dat toch wel een van de andere zaken die jullie toch bezig hebben mee bezig zijn geweest in de afgelopen periode? Kijk, waarvan jullie zeggen van nee, de begeleiding van de moeders, dat is toch wel belangrijk. 100%. Dus dit ding kan je niet loskoppelen van de begeleiding van die jongens. Want als je die jongens begeleidt, in begeleiding, de moeders, in begeleiding, pa, eigenlijk de omgeving. En dit met moederdag en vaderdag, dan we kunnen naar de ouders, maar we kunnen ook doen naar de, we kunnen naar de ma, zowel naar de pa. En natuurlijk, de omgeving voeding, ik kom hier naar zo'n moederdag. Ja, ja. Ik heb begrepen dat jullie dit jaar gaan richting de Paramaribo Zoo. Klopt. Ja. Wat we hebben gedaan, elk jaar weer, we looken sana a topic, sana a behoefte voor a samenleving. En doordat we dit zo vaker bezig zijn met de jongwang, en dat Ushitaki eigenlijk a facifai be voet op fossi, en als je een facifai voet op moro. Ik kan bedoelen moro beter, Jim? De richtlijnen ongeveer naar ASEM, maar voor voet op nono, de is timoro. Dus dat maakt het thema voor moederdag die zien, een nieuw kwekie voor dit ding. Als je zo'n beetje kijkt, dan merk je op dat voorzitter wat bigisma betegen, wat tien was sani. Dat was het dat tien mensen biertje betegen, wat sani. Maar nu is het eigenlijk geworden dat tien komoro assertief, social media kon die wel een soort sani. En de tien komoro vlees. Dus je want te gaan zo, kotak en zo taki. Je tak na ngam ching ya bareng dai ayu piki baka ayu piki baka so le special brutal ya ma apti assertif ma wakti ma apti no brutal
Nee, abtien heb je de ego. Naar afas van abtien gechara boskopu kom. Even abtien, denk je dat op een nette manier, wat rustige toon. Van mama, ik vind dat niet leuk wat u heeft gezegd. Of mama, ik vind niet leuk dat u zegt dat ik ben. Maar vind ma of pa e bari, abtien kan bar kom bakar. Nee, abtien kan bari. Dus dat niet dat je atoon, je play een rol van abtien en taki. Naar informatie zijn abtien zijn uitgoed, niet helemaal belangrijk. Maar zo nee, zie, en geest leek naar abtien, mag tak niks meer, omdat mama tak. Die zie, dat abtien, mag tak nee, mama, ik vind het niet leuk, of mama, ik zie het zo. Dan wil je balik naar vrijposten, ga vrijposten. Dat me ab ook toen aan een boy voor me voor 6 jaar, 7 jaar. Allemaal assertief. Dus eigenlijk, mijn schrijf toen ook, mijn collega om naar een sani. Begrijp je? Dat man ze niet zitten tegen een sani, dan denk ik dat, hé, maar, wat ze ja, boy, ja, let je. Begrijp je? Ja, denk ik dat. Oké, de opvoeding moet anders. Dus en dat gaan we de moeders bijbrengen? En dat gaan we de moeders bijbrengen. We hebben heel mooie dingen voor de ouders. Eigenlijk, aan matingen begin 9 uur 's morgens beginnen we heel vroeg. In de directeur, dierentuin. We zullen bussen plaatsen op de hoek hier. Van de Letitia Friesdelaan. Dat ben naar de Cara president. Ja. Op de hoek van de Letitia Friesdelaan. Ja, paar keer kide. Liggen dat zelf. Want de bus, dan ga je smassen naar ab vervoer. Als je abje vervoer, dan kan je rechtstreeks naar dierentuin komen. Maar als je naar abje vervoer, dan wordt het bus dat. Maar het is belangrijk, je registreert naar Stichter Jumas. Dus dadelijk, we geven de nummers door. Naar een adres voor Stichter Jumas. Bij deze man kan je registreren de Aladé. Vanaf dat is de UBG eigenlijk. Aladé van 8 tot 2 in Boerbuiten. Hoeveel moeders verwachten jullie op die dag? We verwachten ongeveer 200 moeders. Kijk, natuurlijk, hoe we de moeders voor de boy zou we trainen. A kans. Eigenlijk, a kans voor. Hoe we de kans voor de. Voor de volgende training toe. En. Zij de moeders voor de boy zouden trainen, de boy voor ons uit de projecten. We hebben een beetje spatie op voor ook de moeders voor Dorosie, kan doen in een project. Ja, dus een soort contraint de markt. Nee. Enigste sanina, amma moest tussen haar leeftijd 25, 55 jaar. En dat kan lopen uit tot 60 jaar. Maar zijn belangrijk, je moest maar bewegen, omdat we een doen. Maar Sanipe eigenlijk vanaf 9 uur maanden is dom tot 5 uur bakana. Dus we gaan op chinsen. Dus je wak op chinsen, je volg wat les, je wak op een tentje, je volg wat sessie. Zou we op ook toe, heb je een wellnessbeurs. En dat is op chinsen in dat de ouders, de moeders ook eens informatie over. Van die kan verzorgen de wiri, van die kan verzorgen de visie. Maar ook toe zijn die belangrijk voor je, niet gezond. Nanga voor Ibowi. Dus wel een mooi zijn de lekker. Zometeen gaat u als kijker dan deze nummers in beeld zien. Want het is toch wel belangrijk, vinden wij, dat u zich dus kunt opgeven voor deze sessie. Dat er zal worden gehouden. Maar het zal niet gebeuren op Moederdag zelf. Nee, het wordt gehouden op 11 mei. Aankomende zaterdag in Dierentuin. En ik kan tegen me wat nodig de moeders uit. Vooral de jonge moeders ook, dus aan de 25 jaar gewoon toe. Komt ik aan informatie, komt ik aan power. Want wat val ik mooi zijn op z'n adi dat die. In de ochtenduren zullen er al trainingen verzorgd worden. Plenaire sessies ook. En aan het eind van de dag, rond 5 uur, terwijl de moeder de bezig is volgt de trainingen, alassans zijn professionals zijn ook dat die. Die aanwezig zijn verzorgd de trainingen, de informatie zijn de professionals ook. Maar ook toen de moeders zijn ook aanwezig. Eigenlijk de moeders zijn voor de om naar professionals toe. Ja. Dus samen dat we met een verslag voor Alassane Santaka deed dat hij. En dan gaan we het wegsturen. Ja. En tegen 5 uur, tegen Maegwe, dan neem ik de Egibuku. Ja. Eigenlijk een aantal opvoedingstips. De. Ja. Dus je een nummer de in beeld. Ja. Ik had tegen denk dat was een lukken maar de mijn arki zijn nummer. Een nummer voor u was naar 44 19 25 nogmaals 44 19 25 of 44 26 78 nogmaals 44 26 78 of ik kan gewoon naar Boerbuiten Amaliaweg nummer 11. En dan kunnen 200 moeders zich opgeven, registreren om mee te doen aan deze. Moederdagactiviteit, klopt. Welke er zal worden gehouden door Stichting Rumas. Wat verwacht u zelf ervan? Ik verwacht dat die moeders zich massaal registreren. Omdat nou een occasie baka voor jou, krachtig is revi, lekker ma. Voor eigenlijk
zodat het opvoeden plezierig kan zijn. Want opvoeden, nou een vaarlijk sweet zijn, nou een vaarlijk mooi zijn, je moet ervan genieten. Maar ze lezen in een update tools en dat maakt je frustreert, je ervaren like stress. En doordat je volgt zo'n training, je kan doen mee naar zo'n moederdag, dan bakken dat je dan je moederdag wordt een echte moederdag. Oké, en dan zullen ze er dus iets aan overhouden als 100%. Het gaat om de opvoeding. Dat is de bedoeling. Ja. En de bakken aan moeder dat is een banang aan de ma. Dus aan de hand van haar behoefte, dan willen we na moederdag wel met ze doorgaan. Voor volg, voor gidem chimchim sessies, alles het elke keer, eind van de maand. Ook aan de ma die bakken kan wang, ook gidem wat training. Weet je, voor tankkracht die ding. Mm-hmm. Want eigenlijk hoe abon voor de zand is van hoe de Israël, voor kracht die de ma, zowel de pa. Oké, goed. We hebben dat dan gehoord. We bedanken Milton Tuart voor zijn bijdrage dan in deze maand in Taki. En we kijken er dus naar uit wat er zal gebeuren rond de moederdagviering van Stichting Rumas. En dat is dus op 11 mei. En dat gebeurt dan vlak hier voor ons, althans van de STVS, vlak hier in de Paramaribo Zoo. En we wensen de organisatie ook nog heel veel succes toe met datgene waarmee ze bezig zijn als het gaat om de vorming van de jeugd. Want ze zijn onlangs gestart met een maandagschool daar bij de stichting. En het is dus de boer buiten. Onze president, zijn excellentie Desiré Delano Bouters, die is vaker in het binnenland. Dat weten we. En onlangs is hij nog geweest richting, dat is dus te Apura is hij geweest. Verder ook nog ver in het zuiden van ons land. Heeft hij dan ook bezoeken afgelegd. Maar afgelopen zaterdag was hij te Criola. En voor het geval u niet weet waar Criola zit, dat zit in het district Saramaca. En dat hebben we dus te maken met een gemeenschap die heel veel doet aan landbouw. En de president is daar geweest. Het gaat om het aanhoren van de problemen van de bewoners van Criola. U weet, we zitten in een regenperiode en alles wat de klok slaat, vaak genoeg is wateroverlast. En het staatshoofd die vond het nodig om uitgebreid nota te nemen van de vele problemen van dit gebied. Het is een jantje in Criola en we zagen dat Criola van huis uit onder andere naar een agrarisch stadje. Nu kan kara san dorp moro na stadje mim kare omdat mi lop kriola sudana mena mi tak skacje stadje nu bisa bete ese nive taki mi tak ma fava aburgote di pembes danga bramelo ma tak ahario mo asan na flida te tika zijn een aantal problemen opgesomd. Heeft te maken met de infrastructuur, een passie, een tawayari passie. Daarom met die delen voor het presidentieel team zal ik go over infrastructuur. Ja. Er is gesproken gisteren over verder elektrificatie. Daarom heb ik ook meegenomen straks bij het veldbezoek dat. Of het nou EBS is of elektrificatie, dat wij ze meenemen en dat zij hun plannen kunnen maken. We gaan niet één ding doen en wachten. Er zal op meerdere plaatsen vermoeid moeten worden. Ik zei het al, een agrarisch districtje, een agrarisch dorpje, een agrarisch stadje. Niemand kan landbouw doen zonder waterhuishouding. De waterhuishouding te beheren. Dat wil zeggen, wanneer we straks het veldbezoek heel belangrijk vinden, is om te zien dat zorgfassie en snel hoe kan beheersen Awatra. En natuurlijk daarmee tegelijkertijd in samenspraak met de bewoners van desbetreffend gebied. Welke gewassen gaan wij samen telen? Ja, maar. Welke gewassen gaan wij samen telen? Wat hebben we nodig? Training. Vaak is het zo, natuurlijk, alles was op prani. Was pas aan de sapran, wat biedt dat weer in boom? Kan ik dat ook?
Maar dat is nog niet alles. Je moet training krijgen en dan moet controle zijn. Ja, onze president Criolla. En deze vergadering werd gehouden in de recreatiezaal van dat gebied. Er zijn ook vragen gesteld door de plaatselijke gemeenschap. En de president heeft na deze ontmoeting samen met zijn delegatie zij het veld ingetrokken om zich persoonlijk te oriënteren op zaken die op kort of langere termijn afgehandeld kunnen worden. En ja, natuurlijk moet het zo zijn dat je ook praat met de plaatselijke gemeenschap. Ik geloof gewoon dat president kan doen. De president, we verzoeken u dat u dat voor ons kan realiseren. Dat u af van Ola, ja. Kort samengevat moet ik eerlijk zijn dat ik bijzonder blij ben dat de president hemzelf hier aanwezig is. En dan weten we dat zaken gelijk en bespoedigd worden. Dus ik geloof gewoon dat met de komst van de president, hij zelf de problemen van de gemeenschap heeft aangehoord. En dan geloven we, zoals ik het hier eens gezegd heb, dat de problemen worden aangepakt. Dus dat is kort samengevat. Dus de problemen zijn er, maar het feit dat de president hemzelf aanwezig is, dan geloven we gewoon. Het is belangrijk Sani, naar de Gorong Papira. Naar de Gorong Papira, Saramaka, naar de landbouw, naar het tuinbouw district. En lekker prestatie, maar het prestatie is het probleem. Naar de Gorong Papira. De Gorong Papira begint los, maar moet tegen een heleboel mensen verkeren, onzekerheid. Maar het is jaren, het is een achterstand van jaren. En ook dat de bloed heeft dat ik hier de man, de man wil investeren. De jongeren willen ook in de landbouw komen, maar de Gorong Papira ik hier de. Voor Criolla betekent het heel veel wat ik vandaag heb kunnen zien. En zoals de president net aangaf, zijn mensen niet hier gekomen om persoonlijke dingen te bespreken. Maar hebben ze echt gesproken over wat ze in Criolla willen zien. En ik ben heel erg blij dat er bepaalde jongeren hier waren die hebben gesproken over landbouw. En dat er een historie is dat Criolla vroeger citrusteelt deed. En dat de jongeren nu dat weer willen introduceren. Dus ik kijk er naar uit. Vooral voor oude jongeren. We kunnen onze hart nu eindelijk luchten. We hoeven niet via te gaan. De president is hier en, ook, en hij hoort ons. Dus, ik vind het geweldig. Wat is het meest belangrijke dat moet worden aangepakt in Criolla, volgens jullie jongeren? Voor mij is het echt een bus. Want ik ga vanmiddag naar school en als ik dan terug moet komen, is het dan geen bus. Ik had het moeilijk. Dat is echt voor mij het belangrijkste hier. Ja, en zo werd het dan vertoond in het journaal. We vonden het toch wel van belang om het vandaag dan daar toch nog aandacht aan te besteden. Wat er allemaal is gebeurd in Criolla afgelopen zaterdag. En ten aanzien van de busverbinding, dat is dan heel erg belangrijk voor elk gebied dat zich wil ontwikkelen. Moet de busverbinding dan er zijn. Het moet toegankelijk zijn, openbaar vervoer. En we hopen dus dat dat ook onder de aandacht is gebracht van de president en zijn delegatie. En dat er vanuit het ministerie van Openbare Werken en dan de afdeling vervoersdienst, dat die dus er alles aan doet om dat toch wel in orde te maken voor dat gebied. We praten over Criolla in het district Saramaka. Dus we zaten eigenlijk in de hoop, vol verwachting dat we dus toch telefonisch contact konden krijgen met een gast, welke we dus hadden uitgenodigd voor vandaag. Maar het is jammer genoeg niet gelukt. We gaan dus deze Martin Takkie toch moeten beëindigen. Ik bedank u voor uw getoonde belangstelling en we zijn er weer morgenochtend om 8:00. Goeiedag. TVS, de nationale zender.